Ik heb deze wortel uit de keuken gehaald. Daar gaat Pia vast heel blij mee zijn. Hm? Pia, kijk eens wat ik voor je heb. Eén moment, ik heb even een stoel nodig, anders kom ik er niet bij. Hanna is gelukkig op school. Zo, Pia, kijk eens. Een wortel, helemaal voor jou alleen. Die is heel groot en vast heel lekker. Smakelijk. En, psst, je mag niet zeggen voor wie je die hebt gekregen. Ik heb die gestolen. Ook oh, wil ook graag een huisje, in mijn kamer, maar jij bent van Hanna. Soms mag ik wel even voor je zorgen. Nou ja, Pia, misschien tot later. Ik laat je fijn alleen met de grote wortel. Emma, kom je? We gaan toch winkelen? Ja, ik ben zover. Ik moest Pia nog even voeren. Oké, okay, ik pak nog samen tas en dan kunnen we gaan. Daar zijn we. Ik wil eerst even naar de kledingwinkel. Ga je mee, Emma? Tuurlijk ga ik mee. Ik ben de beste modeadviseur die er bestaat. Oh, wat hebben ze hier? Dat is hartstikke nieuw. Dat ken ik nog niet eens. Dat is vast zo'n geurtje, die doe je op je huid. Hm, mm, dat ken ik. Laat me eens ruiken. Mm, dat ruikt lekker. Laat me ook eens ruiken, mama, alsjeblieft. Oh, dat ruikt echt goed. Kom mama, we gaan verder. Parfum Het is niets voor jou, geloof ik. Dat kietert je neus. Oh, een mooie tas. Wat vind je, Emma? Is er eentje bij van mama, denk je? Hm. Mm. Eerlijk gezegd vind ik ze maar saai. Oninteressant. Oh, oké. Okay. Kan ik nu ergens anders heen? Hmm, naar de sportwinkel bijvoorbeeld. Oké, okay, dan kijk ik hier even alleen rond. Veel plezier. Maar blijf in de buurt, oké? Okay? Hmm? Wow, die hebben hier van alles: van alles voor in het water, voor in de sneeuw. Hmm. Oh, en van die gekke slippers: daar krijg je vreemde voeten mee. Hmm, grappig. Mama, kijk eens, ik ziet eruit als een eend. Heel mooi, Emma, en inderdaad net als een eend. Kwak, 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 ik ben een eend. Oh, dat is echt vermoeiend lopen met deze dingen. Ik weet niet eens waar je ze voor nodig hebt. Gekke dingen. Jullie gaan maar uit. Daarachter is nog een winkeltje, misschien kan ik daar naartoe. Mama, ik kan naar die winkel, heb je me gehoord? Ja, ja, doe maar, ik zie je zo. Oh, wie ben jij dan? Hallo, ik ben Emma. En je bent geloof ik een cavia. Zo klein en rond als je bent. Mag ik je aaien? Emma, laat je de cavia fijn met rust. Ik zie wel wat je daar doet. Wat dan, mama, ik doe toch niks. Mama is een echte bederven. Ik wil de cavia gewoon aaien. Ik heb de kerstman ook om een cavia gevraagd, maar die krijg ik vast niet. Ik heb te veel opgeschreven. Hm. Eens kijk wat ze nog meer hebben. Oh, is dus dit voor een huisjes. Cool huisje? Is dit voor cavias of konijntjes? Misschien voor mij? Ja. Oeh, die is wel wat te krap voor mij. Misschien een hondenhok voor kleine hondjes. Pia zou die vast ook leuk vinden. Hannes Konijntje kan daar dan wonen. Mama, mama, ik heb iets gevonden. Kom eens. Wat is er, Emma? Wat wil je laten zien? Kijk eens naar het huisje. Kunnen we die niet voor Pia kopen? Hmm, dat is geen gek idee. Konijntjes vinden het wel fijn om in kleine holletjes te, te wonen. We kopen hem direct. Dat is dan Pias kerstcadeau. Goed? Hoewel, ik heb daar nog iets gezien. Dan kan ik dat samen betalen. Pas jij nog even op het huisje, Emma? Mm hm, doe ik, mama. Is goed, ik pas heel goed op. Mooi, ik ben dan zo terug. Zegt Kavia: Wil je niet ook graag in zo'n huisje wonen? In zo'n huisje als deze hier. Dat bevalt toch veel beter? Toch? Ja, dat vind ik ook. Mm -hmm. Nu snel naar binnen, voordat mama komt. Kom op, hup. En nu moet je heel stil zijn, zodat niemand je hoort, oké? Okay? Niet smakken, niet... Mm -mm. Zo, het huisje kan ik direct daar betalen. En dan naar huis. Eindelijk weer thuis. Heerlijk, toch? Ik zal het huisje direct naar Hanna's kamer brengen. Oh, ik wist niet dat je het dak eraf kon halen. Dat is wel praktisch, eigenlijk. Oh-oh, uh nu gaat alles mis. Je moet je onzichtbaar maken, verstop je snel. Wat is, waar kom jij vandaan? Oh, oh, mama heeft je gezien. Dat is toch een cavia? Maar die heb ik niet gekocht. Uh, mama, die cavia die wilde in dat huisje wonen. Ik heb het gevraagd. En hem zei heel duidelijk ja. Hij wil liever in het huisje wonen dan in dat hok. Mm. Emma, je hebt die cavia toch niet in het hok gedaan, of wel? Heb je die gestolen? Dit kan niet waar zijn. Maar mama, die cavia zei het zelf. Hij wilde liever bij ons wonen. Emma, we gaan terug naar de winkel en brengen hem terug. We kunnen die niet zomaar meenemen. Emma, je toch? Ik ben blij dat je geen slang meer naar huis hebt genomen. Dat was nog erger geweest.